Wordt nog goedgekeurd ook. YouTube's, jullie zien het. We zijn weer op Drachten. Daar is hij. En de boys daar gaan racen vandaag. Dus ik beloof jullie dat we vandaag wel racen gaan filmen. Het is old school drag racing. Het is één dag van 10 tot 10. Dus we gaan het meemaken. We gaan even naar de technische keuring. Pompert! Ja, ja. Kijk even, zijn nieuwe bike. Eindelijk zijn nieuwe bike. We hebben het al gezegd, hij crasht 7,5. Hij komt dikker terug. Je ziet het. Dus even keuren en dan gaan we planken, dadelijk. Nou, technische keuring. Kijken of alles klopt. Er staat hier een Honda, jongen. Jezus. Ik zal het even laten zien. Maar dit is niet normaal. Damn! Ja. Levensgevaarlijk. Nou, de boys worden gekeurd. Gelukkig gaat het niet over een mentale toestand. Jullie zien het, ik heb een assistent hier al. Pompert! Ja, ja. Wordt nog goedgekeurd, ook stelletje schoren. Rechterbaan, linkerbaan bedoel ik, Mario Kastner uit Wisch, Zoekje Hayabusu, Durbo. En rechts, Robinson. Ja, ja. Staat op de linkerbaan en op de rechterbaan staat nummer 1300-1300. Poppert! Drie steeds, dan een steeds en dan gaan de gele lichten aan. Gaan we naar de achtste maal, daar is Nieuwegein. Nou, dit is bijna zover. Rafik rijdt de SLB-klasse, Street Legal Bikes. Daar zijn alle SLB-boys. Filmen. Ik zie al, Rafik staat vooraan. We gaan daar al gaan we even zijn eerste run filmen. Zijn eerste run van dit jaar met zijn nieuwe bike. Nou, ik ben benieuwd. Pompert. Ben je gewonnen van de baan, oké? Hey! Rustig! Rustig!
Rustig. En dan 6. Kawasaki, Zander Volderens met een ZZR 1400 en op rechts is het een GSXR met een 750. De indextijden van 8.5, beide voor beide heren 8.5. Ik mis shift de eentje. Ik mis de één schakel, anders zou ik in 10 rijden, man. Kom goed, kom goed. Nu op links Jimmy Okkers met een Suzuki GSX. GSX-R en op rechts is het Roxalvin Augusta met een Suzuki GSX-R 1000. Jimmy Okkers is 0.250. Eind de linkerbaan is het Rwindi Abbot met de 216 en op de rechterbaan is het 156 van Steven Heuving. Beide rijden met een Honda, de linkerbaan een 600 en de rechts een 1000. Beide goede resttijden, 0.211 voor links en voor rechts 0.237. Steeds zijn ze bijna, ja, ze zijn de gele lampen van aan en... En we hebben op rechts de winnaar met 10.610. Heel weinig. Ja, het zijn net die duizenden van de secondes tellen. Verder met de volgende twee. Rashan Gunaswaran op links en Ronald. Op de linkerbaan met een Yamaha en op de rechterbaan met een Suzuki. Mario Kastner met 375 pk en Marco Schrade heeft er 200 pk uitgehaald uit zijn Suzuki Hayabusa Turbo. We gaan kijken. Hier geen indexen.
Naar de priestess rollen ze toe. Dat betekent dat de start gaat beginnen. Dan is het alleen verder naar steeds. Links gaat er overheen. Even terug. Nog even weer naar voren. Ja. We staan klaar. En meteen is ook geen. Links en rechts. En we hebben de winnaar op rechts deze keer, omdat links. We zitten hier tegen Kawasaki. We kijken. We kijken naar de Arsenal, dus nog steeds links. Verschrikkelijk.
9-3 Turbo Busa. Snelle dingen. Dikke Amerikaan. Nou, jullie zien het, is nog steeds. Het is nog steeds fucking gezellig. Alleen ik moet werken, dus ik ga weer richting huis. Het is één groot feestje, je ziet het. Barbecue, gezelligheid, muziek, mensen overal. Harry, bikes. Dus ik heb niet zoveel gefilmd wat er allemaal staat vandaag. Omdat ik het vorige keer heb gedaan. Ik heb na meer een beetje racen gefilmd. Ik heb nog mijn andere GoPro bij Rafik erop gezet. Dus hopelijk hebben we wat mooie onboardbeelden. Dus die eigenlijk niet vergeten is de GoPro aan te zetten. Voor hem eerste keer racen met z'n 1000. Dus ja, rijdt gewoon 10,5 constant, is goed. Nu alleen nog steeds sneller gaan. Wat gekke dingen hier uiteraard. Oh, hoor die Honda eens even schreeuwen dan. Gezellig man, leuk hoor. Dikke open Manta jongen. Nou, we gaan even hier eronder door. En dan Gompert's allemaal. Nou, we gaan lekker naar huis. We zijn naar huis. Snel de motor pakken en naar werken. Jullie weten het. Like, comment, subscribe. Next time. Nog wat mooie bikes van bezoeken. Ik hoor. When I started off, I was just a kid and a mess up. From first grade on, I was fucking all my tests up. When I got to second grade, shit was all messed up.